Hallo iedereen, mijn naam is Angelique Fleurpoua, a.k.a. The Flying Angel, en welkom op mijn kanaal. Voor degenen die mij kennen, ik ben een heel avontuurlijke persoon, want ik ga graag vliegen, ik ga graag diepzee duiken, ik ga graag bungee jumpen. Maar op mijn bucketlist staat ook dat ik ook heel graag wil leren skiën. En voor vandaag gaan we iets heel leuks doen. We zijn uiteraard hier in Aspen. En Aspen is vooral gekend voor zijn indoor sneeuwbaan. Je kunt hier gaan skiën, oftewel gaan snowboarden. Allee, dat is hier echt super cool, want die sneeuwbaan die is 240 meter lang, 50 meter breed. En het tofste van al is dat daar 60 centimeter echte sneeuw is. Dus voor vandaag heb ik een privéles geboekt met een instructeur van 5 uur. Ik ben er helemaal klaar voor, dus eerst mijn masker aan voor de veiligheid. Kom maar mee, hè. We zitten nu in de kleedkamers, maar ik was u ook vergeten te zeggen, dat is hier 365 dagen open, hè? Heel het jaar open. Dus ik ben nog in mijn normale outfit aangekleed, maar ik ga me zo meteen omkleden in mijn ski-outfit. Dus tot zo meteen. Tada! Mijn volledige nieuwe OOTD outfit of today. Ready voor te gaan skiën. Ik ben helemaal gekleed door Peak Performance. Prachtig in het roos. Dus laten we van beneden beginnen. Een skibroekje die zeer lekker warm is. Want ik heb enkel een onderbroek hier onderaan. En een prachtig vestje in het roos en grijs. Uiteraard. Want, en ook super lekker warm. Want ik heb ook enkel maar een topje aan. Allee, dat is daar super koud binnen. Ik denk dat... binnen. Eigenlijk blijft het... indoor sneeuwbaan, hè. Dus het is nog altijd binnen. Het is daar min 4 graden. Dus met deze outfit ga ik het super lekker warm hebben. En uiteraard ja, nog een prachtig witte jasje. Mooi, hè? Zie je? En dat is bijna alles waar ik voor heb voor te gaan skiën. Enkel nog skibotjes. Oké, dus het is dag 1 en ik ben volledig al aangekleed. Ik heb mijn outfit, dus mijn skijas, mijn skibotten, mijn skibroek en handschoenen. En of course mijn, hoe noemt dit nu weer? Skilatten. En ik heb mijn monitor ook bij, meneer Juri. Goedenavond. Hij gaat me dus aanleren hoe dat ik eigenlijk moet skiën. Van nul tot professional, hè. Kom, let's go. Dat is zo zwaar. Ja, mijn skipas. Merci. Ze gepersonaliseerd Angelique Fleurpoix, een member van Aspen. Zoals kan, en dat kunnen we binnen. Yay, daar is het. Ja. Amai. Wow. Oh, yo. Amai. Zie je in Zwitserland, hè? Maar het is wel in Aspen in België, hè? Prachtig. En zo hoog. Hoog, hè? Hoog is dat? 48 meter hoog. Allee, de piste is 240 meter lang, 50 meter breed. En waar beginnen we? Toch we beginnen daar, hè? Hier op het laatste. Ten eerste hier. Een beetje hè, leren stappen en de skis leren aandoen. Dat is een beetje het eerste dat we doen. Oké, okay, het is goed. Goed. Ja. Ja, en nu. Ja. Ja. En nu een andere. Ja. Voilà. Jullie mogen gewoon rondstappen. Kom. Volg maar nog. Ja.
is de moeite wat we gaan blijven. Naar rechter. Wat dan? Ga ik niet achtervallen? Nee. Ja, laat hem maar hangen. Hallo. Makkelijk, hè? Makkelijk. Het is gewoon naar voren gaan. Gewoon naar voren. Heb je duwen in je stokken? Gewoon zo gaan. Ik zie dat van hier al niet. De eerste keer gaan we het eerste stukje gaan we gewoon in een ploeg, zonder dat we een bocht maken. Van achteruit met je meeskiën. We gaan dat eerste stuk gewoon snel uit controle over ons snelheid houden. En dan gaan we zachtjes die bochten beginnen. Net zoals dat we om de vorige naast hebben gedaan. Ja. Goed? Ja. Ja. Laat die induren. Ja. Oké. Ja, hoe voelt dat? Een beetje eng natuurlijk, zeker bij die lift. Zo uitstappen uit die lift. En dan ja, je moet zien, we zijn wel allemaal professionals. Hè? En ik zit daartussen als amateur. Hè? Dus, maar ja, ik heb een goede instructeur, dus hij begeleidt me wel. Het begin was iets moeilijker, maar als je je bocht neemt eigenlijk, dan ja, gaat het makkelijker. Cool! Ik ga vanaf dat. Ga ik even. Anja, en we zijn weg, hè? Ja. Yes. We gaan naar het buitenland skiën. Ik ben hier bij mijn instructeur, Yuri. Wat vond je van mijn skills gisteren? Ja, ik vind dat je dat mooi gedaan hebt. Na twee uur toch in mooie bochtjes naar beneden kunnen komen. Ja, ja. Dus dat was ja, zeker iets om te blijven doen. Ah, wel. Zei je niet gisteren dat ik mag meedoen bij de Belgisch kampioenschap? Ja, Olympische Spelen, dat zit er wel aan te komen. Als je genoeg traint. Hè. Ah, wel. Een goede instructeur. Hè. En dat allemaal in maar 5 uur privélessen. Hè. Ja. Dus, en wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan we de bochten een beetje verfijnen en proberen om na de bocht de skis bij elkaar te brengen. Okay. En dat we wel een beetje parallel skiën. Ja, ja. Cool. We gaan ervoor, hè. Let's go. Ja, we zijn hier op het hoogste punt, hè. Okay. Hoogste punt van Antwerpen. Dat is juist. Buiten de boerentoren misschien. Buiten de boer, ja. Ah, wel, ik moet daar beneden geraken. En er is veel verkeer, hè.
Het is druk op de baan. Oh, we gaan vliegen. We gaan er eens door, hè. Certified skier. Heb je dat gezien? Ik ben helemaal van boven tot beneden geraakt zonder één keer te vallen. Dat is gewoon die 5 uren groepslessen. Hè. Dus ja, geloof erin. Probeer het en geniet ervan. Ik heb een goede instructeur. Bedankt aan Yuri. Merci. Graag gedaan. Voor de kijkers thuis, ik heb een goede afsluiter. Want Aspen heeft een kick-off promo die geldig is van 3 oktober tot 16 oktober. Een mooie korting op de groepslessen. Voor meer informatie over deze kick-off promo, bekijk het op de website aspen.be. Dus als ik het kan, kan jij het zeker. Is dat een deal? See you op de skibaan. Hè? Helemaal van boven. Hè? Dus vergeet niet te liken, te sharen en alsjeblieft vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. See you!